Welkom, Rico. Yes, dankjewel. Goed dat je er bent. Ja, leuk om er te zijn. Heb je ooit iets van dit format gezien? Ik heb wel een paar kleine korte dingetjes gezien, ja. Oké, dus je weet, weet wat je kunt verwachten. Ik hoop dat jij weet wat je kan verwachten. Ja. Ja, ik moet zeggen, dit is, ik vind het wel een spannende. Ja. Ja. Ik begin altijd met het eerste kaartje. Dat is een vraag aan jou. En, als je maar weet, als het niet aan staat, sla ik kaartje uit je handen. Dus. Ja, dat is helemaal goed. Ik ben dit weekend gevallen, dus ik heb al blauw oog. Oh, dus, echt? Ja, oh, okay. Ik heb het een beetje proberen te... Dus goed, een andere kant er nog bij. Anders pakken we die andere even erbij, toch? Dan is het mooi, weer in balans. Nee, top. Top. Oké. Okay. Je hebt geen makkelijke jeugd gehad. Hoe kijk je hierop terug? En wat voor sporen heeft dit achtergelaten? Nou ja, dat was gewoon... De eerste 6-7 jaar woonde ik bij mijn moeder. En ja, die had vooral eigenlijk problemen met zichzelf. Dus drank, drugs, dat soort dingen. En ja, dat is lastig. Dus die liet dan mij en mijn zus, wij schillen dan 6 jaar. Maar ja, dan regelmatig alleen. Of dan ze zei van, hé, ik ben zo en zo laat thuis om eten te maken. En dan was ze er niet. En ja, dat is een topje van de ijsberg, zeg maar. Dat is, je is gewoon niet fijn. Als kind, zeg maar. En op een gegeven moment ga je dan naar je niveau. Ik ga niet naar mijn vader. Ik werd naar mijn vader gestuurd. En dan... Ja, dan is dat eigenlijk... Dan is dat raar. Die leeftijd nog niet zo. Maar later ga je je dan afvragen van... Hé, maar waarom? Waarom ben ik hier naartoe gestuurd, zeg maar? Houdt mijn moeder dan niet van mij? Ja, dat is dan vooral eigenlijk wat ik me op een gegeven moment afvroeg. Want ja, ik zou dat zelf nooit kunnen doen, zeg maar. Van, als ik heb nu kinderen, ik denk van, ik zou mijn kinderen nooit weg kunnen sturen. Alleen nu, achteraf, denk ik dan ook van, ja... Ja, omdat ondanks dat het twee kanten heeft, dat ik denk van, oké, misschien kwam het voor haar ook wel lekker uit. En aan de andere kant had zij misschien ook zoiets van, ja, ik kon het zelf niet. Ik weet dat ik niet goed kan zorgen en, nou, mijn zus kon dan niet naar mijn vader, maar ik wel. Dus voor mijn moeder misschien een stuk makkelijker en voor mij beter. Ja. Dus, ja, misschien twee vliegen in één klap. Ja. Op welke leeftijd kwam die, wat je net omschrijft, van op dat moment was ik misschien nog niet extreem bewust van. Op welke leeftijd kwam dat bewustzijn dat je dacht, oh, ik mis hier mijn moeder. Of wat is er eigenlijk de afgelopen jaren allemaal gebeurd? Nou ja, ik denk gewoon op een gegeven moment dat je een beetje gaat puberen, weet je wel. En dan met school en... Ja, hoe ouder je wordt, des te meer. Dat is best wel nog een tijd daarna. Ik ging wel om de 2 weken naar mijn moeder toe. En dan toch, je bleef die visuele shock, je blijft die dingen zien. Snap je? Ondanks dat ik er maar dan een aantal dagen, dus van vrijdag tot zondag aan, wordt blootgesteld. Je ziet het wel. En ja, dat valt dan heel erg op. En dan denk je, wauw, oké. Dus wel, zijn eigenlijk wel issues. Ondanks dat je dat op die manier, of op die leeftijd nog niet zo zwaar aan tilt als dat je dat... nu zou doen, als je nu zoiets zou zien. Ja. Hoe heeft het jou gevormd, denk je, wat je als jongetje hebt meegemaakt? Nou ja, vooral van, ja, om het zo niet te doen. Dit zou ik nooit op die manier, die manier doen. Alleen, ik denk dat ik op mijn beurt weer mijn eigen fouten maak. Ja. Dus dat is het leven, toch? Ja, we zijn niet perfect. Ja, wat ik zeg ook, met mijn moeder regelmatig over gehad, weet je. Hey, voor ons is het goed, weet je. We zijn allemaal goed terechtgekomen. En wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat wat je ook meemaakt in je leven, dat definieert niet wie jij gaat worden. Nee. Of wie je bent. Want die verantwoordelijkheid ligt bij jou. Alleen is het vaak heel makkelijk, wat we vaak doen. Ja, ik heb dat meegemaakt, dus ja, ben ik ook maar dat pad op gegaan. Ja, vind ik een slecht excuus eigenlijk. Ja. Want jij maakt keuzes over jouw leven, niet iemand anders. Ja. Continu heb je de keuze, ga ik links of ga ik rechts. Ja. Wie was was jouw vader echt de reden dat jij begon met de sport? Ja. Ja, zeker. Mijn vader die deed eerst karate, heel lang. En toen raakte hij geblesseerd. En toen is hij gaan fitnessen, een zware beenblessure. Dus toen is hij langzaam gaan fitnessen om weer te herstellen. Toen is hij gaan boksen, want hij kon zijn benen nog niet gebruiken. En toen ging hij eigenlijk kickboksen. En toen gingen mensen eigenlijk vragen, ja, je doet kickboksen, waarom geef je geen les dan? Toen dacht hij, ja, waarom niet? En eigenlijk vanaf het moment dat hij les ging geven, nam hij mij mee naar de gym. Dus dat was ik 1 jaar of 6. Hoe kijk je daar nu op terug? Ben je hem daar dankbaar voor? Ja, achteraf wel. Op de jongere leeftijd kon ik het af en toe wel vervloeken natuurlijk. Maar ja, weet je, dat is... als je jong bent, ja, dan...
vind het lastig, wil je all over the place zijn. En mijn vader, ja, die wilde me gewoon vooral lijnen meegeven, weet je. En ik denk dat het wel goed is, discipline. En hoe doe jij dat dan nu met jouw kids? Als, hebben zij bepaalde sport of dingen bezig, dan hoe ga jij nu met hun om op die manier? Ja, zeker. Ja, een beetje, nou niet precies hetzelfde, maar wel ook, ik geef ze wel ook die lijnen. Omdat het gewoon, ik ben uiteindelijk, kan ik wel zeggen dat ik heel dankbaar ben voor de discipline die ik daardoor gekregen heb. Ik heb het enige wat ik zeg, whatever je doet, maak je af. Zeg, ik wil voetballen, whatever, ik wil dit, wat dat, is goed, mag een seizoen proberen. Ik maak het seizoen af. 3 trainingen gedaan, 3 wedstrijden gedaan. Nee, ik vind het niet leuk. Jammer, je maakt het af. Dus, you start something, you finish it. Ja. Oké. Okay. Yes, my bad. Let's go. Jij mag kaartje pakken. Wat vind jij van vechtsporten? Ik heb het zelf vroeger gedaan als jonge jongetje. De judo, nou, het is niet misschien een enorme vechtsport, maar ik denk dat het tweeledig is. Ik heb me hier natuurlijk, voordat ik met jou ging zitten, dan ook een beetje in verdiept dingen gaan lezen. Van, oh ja, wat zijn dan de voor's en tegens die je hoort van mensen? Ik denk het stukje wat jij net benoemd, qua discipline. Dat een heel belangrijk stuk is wat je hierin krijgt. Maar ik denk dat dat sowieso te maken heeft als mensen op een hoog niveau gaan sporten. Dat je sowieso ziet dat, ik pak laatst Utah en Wesley allebei in open kaart. En je merkt bij hun allebei dat ze een enorme discipline hebben. Mm-hmm. Zeker als je op hoog niveau gaat sporten. Het enige wat ik me kan afvragen, maar goed, dat weet jij misschien beter. Wat voor invloed heeft vechtsport op jongeren? Kunnen ze er, dat weet ik oprecht niet, op een normale manier ook bijvoorbeeld op straat mee omgaan? Hoe was dat voor jou dan? Want op een gegeven moment ben jij als jong jongetje, je bent heel sterk, je bent getraind. Heb je wel eens momenten gehad als jong jongetje dat je dacht, oh ja, ik kan dit nu ook de andere kant op gebruiken? Tuurlijk. Het is altijd. Alleen, ik denk wat heel fijn is, is dat je vooral weet wat je kan. Dat je een stukje zelfvertrouwen hebt. En dat zie je nu ook, is dat heel veel mensen fysiek, maar ook mentaal niet zoveel meer kunnen hebben. En ik denk dat dat heel fijn is door middel van beoefenen van vechtsport, dat je fysiek en mentaal wat meer weerstand kan hebben. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Tegenwoordig kan niemand meer wat hebben. Als iemand een duwtje geeft, of als je iets zegt tegen iemand, dan is het al heel snel, zijn ze beledigd of discriminatie. Of dan denk ik, wauw, we mogen best wel wat kunnen pakken. Ja. En ik denk dat dat wel stukjes zijn. Want het wordt ook wel, ja, de maatschappij is ook wel hard. Ik denk dat jij die vraag als geen ander kan beantwoorden. Maar wat is misschien lichamelijk, mentaal, de negatieve of de nadelen die het op jouw lichaam heeft gehad of heeft nu momenteel? Het gaat er hard aan toe. Ik heb mijn oog gehad, mijn neus. Ik heb overal wel dingetjes kapot gehad, gebroken. Bezeerd, nou, mijn hand meerdere keren gebroken. Maar ja, weet je, ik weet ook niet. En natuurlijk, als je denk, letterlijk in het hoofd gaat kijken, daar zal zich ook wel wat dingetjes plaatsgevonden hebben. Ja. Maar ja, daarom probeer ik zoveel mogelijk te ontwijken. Ja. Maar ja, weet je, daar kan je nu dan per definitie nog niet echt een uitspraak over doen. Wat heeft het nou eigenlijk gedaan? Alleen ondanks dat we weten dat elke klap of whatever een kneuzing is voor je hersenen. Ja. Dus ja, is het goed? Nee, niet echt. Alleen daarin zijn er nog zoveel meer andere dingen die ook niet goed zijn voor je. En dat is dan hoe ik ernaar kijk, weet je. Ja, maar als je echt gaat kijken van oké, dan mag je eigenlijk niks. Maar als je denkt, een marathon hardlopen, als je 40 kilometer hardloopt, is het voor mij ook niet heel goed voor je lichaam. Je knieën, dit, dat, heeft overal heeft het, brengt het schade aan. Of voetballen, een bal koppen die door de keeper, weet ik hoeveel meter uitgeschoten is, is ook niet het allerbeste. Maar ja, het is wel leuk en entertaining om naar te kijken. Ja. Zo probeer ik er meer een beetje naar te kijken. Weet je, gewoon, ja, probeer alles gewoon met mate. Probeer vooral mezelf goed te verzorgen. Goed te laten checken, hersenscans, lichamelijk. En dan ja, is dat eigenlijk wat het is. Dus dat is. Maar dat is wel een negatievere kant natuurlijk. Ja. Ben je bang voor die lange termijn gevolgen? Wat je zegt, we kunnen daar nu nog niet enorm uitspraak over doen van wat dat dan zou zijn. Maar je hoort natuurlijk wel eens
dementie, dat soort dingen die daaruit voort kunnen komen. Mm. Is dit daar een angst voor? Nee, niet echt. Niet echt. Daar wil ik zeggen, ja, voor mezelf denk ik een bepaalde vechtstijl aangemeten die daar wel mee bezig is. Daarom sta ik niet op dezelfde plek stoten geven, stoten vangen, stoten geven. Want ik weet dat ik over 10 jaar wil ik ook nog steeds gewoon mijn kinderen fatsoenlijk aan kunnen spreken. Ja. En ja, dat zijn wel gevolgen. Dat je gewoon net een, zoals wij dat noemen, een tikje te veel gehad hebt. Ja. En dat is, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ja, daarom probeer ik gewoon slim te vechten. Voor mij, daarom is het voor mij is het ook schaken. Ja. Oké, duidelijk. Na 13 jaar en met 3 kinderen strandde jouw vorige relatie. Hoe heftig was dit en wat heb je hiervan geleerd? Ja, dat was zeker wel intens. Omdat dat is totaal niet waar je mee bezig bent. En zeker nou, hoe ik zelf ben opgegroeid in een, ja, 2 ouders die gescheiden zijn vanaf mijn geboorte bijna. Dus ja, is dat niet iets waar je op had gehoopt en juist probeert te voorkomen. Alleen... ja, op een bepaald moment, als het dan echt niet meer werkt, heb ik naar mijn eigen mening, als je zelf niet gelukkig bent, hoe kan ik iemand anders dan gelukkig maken? Ja. Voelt dat dan, wat je zelf zegt, je ziet dat anders voor je op het moment dat je natuurlijk jong bent, je krijgt een relatie, je krijgt kinderen, je had dat misschien anders voor je gezien. Hoe voelde het dan op het moment dat je tot de realisatie komt van dit werkt niet meer? Ja, ik ben teleurgesteld. Ik voel, ja, het voelde gewoon als falen. Alleen, ja, wat ik zeg, je gaat afwegingen maken, toch? Dus moet je dan maar bij elkaar blijven? Sommige mensen blijven bij elkaar voor de kinderen. Nou ja, superleuk, maar dat is volgens mij niet de manier. Want er gaan discussies komen, het wordt niet fijn, dat gaan de kinderen ook voelen. En is dat dan het voorbeeld wat je wil geven aan de kinderen? Je blijft maar bij elkaar. Het werkt niet, maar toch blijven we bij elkaar. Ik denk dat dat alleen maar meer onrust gaat creëren. Ja. Kan je op het moment dat je een wedstrijd speelt dan dat ook uitzetten? Nou ja, ik denk dat wel redelijk kan. Alleen, ja, ik heb toen op dat moment zelf even de kaarten onhandig geschud. Waardoor ik die 2 dingen niet los kon laten van elkaar. Dus hoe bedoel je dat? Nou, ik heb... we hadden eigenlijk dus besloten van oké, we gaan uit elkaar, dat hele ding, we gaan dat hele voorbereidingstraject gaan we in. En nou, dat gaat niet helemaal soepel, nou, dat kan, het is wat het is. En dan voor de wedstrijd kwam mijn ex altijd even naar mij toe, weet je wel, succes, doe je best, bla bla, oké. Nou, in eerste instantie zouden we dat niet doen en toen had ze dan mijn trainer een appje gestuurd van wil die dat ik kom, ja of nee, weet je wel, en dan weet ik dat, anders dan moeten we daar voorbereiden. Weet ik niet. Dus die krijgt die vraag in de kleedkamer. Ik denk, ja. Moeten we dat doen, ja. We hebben het altijd gedaan, dus ja. Laten we het maar doen. Nou, en dat gebeurt. En dan, op dat moment, dus ik zie haar. Alleen alles, het is heel moeilijk uit te leggen. Maar op het moment dat je dan daar staat, alles staat op scherp. Dan heb je al je zintuigen staan op 100%. En... ik denk, gedurende de dag is dat niet altijd zo. Dat je helemaal alles op scherp staat. Dus gewoon elk windje voel je over je. Je gaat een gevecht in. Het is heel intens. Dus en ze komt binnen. En op dat moment kon ik letterlijk in tranen uitbarsten. Terwijl ik moet vechten. Het is geen grap. Het is bloedserieus. Mm-hmm. Alleen ik kon letterlijk in tranen uitbarsten van verdriet, boosheid, teleurstelling. Niet alleen in haar, maar gewoon in de hele situatie, zeg maar. Dus het was gewoon niet handig. Dus dat was niet de allerslimste keuze die ik wel eens gemaakt heb. Alleen, ja, dat was wat het was. Dus oké, klaar, doe dat. Geluk, succes, oké, de weg. En daarna mijn trainer neemt me apart. Hey, gaat het? Want die zag natuurlijk aan mij dat echt met tranen. Ik kon ze nog net naar beneden drukken. Alleen, ja, dus later achteraf zegt hij ook van, ja, misschien had ik je juist even eruit moeten laten gaan. Nou, ik druk ze helemaal weer diep terug naar beneden. Ja. Dan moet je gaan vechten. Alleen ik was totaal niet daar, snap je? Dat is totaal niet met mijn geest waar ik moest zijn. Dus lichamelijk was ik zeg in top shape, alleen mentaal was ik niet waar ik moest zijn. Ja. En dat was wat het was. Maar ja, het is niet haar schuld. Dus, ik denk dat het vooral op dat moment mijn schuld was.
Ja, dus gewoon, was gewoon niet. Hoe bedoel je dat, jouw schuld? Ja, ik had gewoon die keuze, ik had gewoon die afweging anders moeten maken. Ik denk van nee, weet je, dit is gewoon anders nu. Er is te veel gebeurd, we hebben te veel discussies gehad. En ja, ik had dat beter gewoon los van elkaar laten. Alleen omdat je dat altijd dan doet, dan probeer je een soort van in een... denk ja, dus die cirkel gaat altijd goed, dan waarom nu niet? Ja. En dan komt er ineens een hele hoop emoties bij kijken, zeg maar. En dan zie je dat het stukje fysiek vechten en mentaal, ja, dat het toch belangrijk is dat het allebei in balans is. Als je zo'n titel op je naam hebt staan, al het succes, inderdaad, je verdient goed geld, alles. Hmm. Of in ieder geval veel lijkt je voor de wind te gaan. Hoe blijf je dan dicht bij jezelf? Is dat realistisch? Dat is het mooie wat je daar zegt, heb je? Als je ernaar kijkt, denk je, wauw, alles gaat vanzelf, zeg. Ja, dit, dat, alles klapt, niet normaal, wat een succes. Maar al die tijd daarvoor, heeft niemand gezien. Nee. Ik loop te zwoegen voor elke euro die je een personal training geeft. Dat ik s'avonds, mijn vader had een eigen beveiligingsbedrijf. Dat ik s'avonds als portierwerk deed. Dat ik jassen heb opgehangen, noem het maar op. In de garderobe. Die tijden, die weten heel veel mensen niet. Nee. En dat ik bijvoorbeeld nog maar 20 euro had. En dat ik denk, oké. Okay, ik moet letterlijk, ik moet nog boodschappen doen. Ik moet pampers kopen. Maar ik moet ook nog tanken om naar de gym te gaan. Dus ik moet nog ergens een lesje tussen gaan proppen. Om nog wat extra geld te hebben. Ja. En daarom, ik ben ondanks dat ik nu gewoon goed mijn geld kan verdienen. Niet de waarde van geld kwijtgeraakt. Omdat... ik weet nog dat ik met 150 euro, of dat ik samen met mijn ex 150 euro in de blokker stond. Ik denk, oké, we hebben dat en dat hebben we nodig. Oké, en dan moet je kijken, dat kost zo. Oké, dit hebben we. We hebben dat nodig, alleen we moeten keuzes maken. Want we kunnen niet alles nemen, want daar hebben we gewoon niet genoeg geld voor. Dus wat nemen we wel, wat nemen we niet? Ja. Nou, en dat is wel een bepaalde... realisatie, en dat daarom weet ik nog steeds, ondanks dat ja, bepaalde bedragen nu anders zijn, is het nog steeds wel van, hé, als iemand zegt, oh, kost maar dit, hoe bedoel je, maar. Heb je? Hetzelfde met de kids, whatever, ondanks dat het allemaal ja, goed gaat, moet ik wel dat iedereen goed realiseert van wat de waarde is van geld. Ja. Nou, mijn beurt weer. Ja. Oh, wacht, ik had die onderstand ik daar gelegd, leg deze hier, anders dan... blijven we gewoon. Komt in het blaadje. Dan beginnen we opnieuw. Oké. Ja. Hoe zit het nu met jouw crush op Badr Hari? Jezus, Daan. Godzame, nou, jij een tyfus, joh. Let's go. Ik wist al dat je dit ging doen. Vertel. Ik was hier al bang ik voor. Ik ben heel benieuwd. Nee, ja, ik durf hier helemaal niks meer over te zeggen. Ik heb dit gewoon ooit een keer echt... 4 jaar geleden, denk ik, in een interview... ik was met Maxime Meiland. En dat ging toen... dat zij heel graag een keer een beschuitje... toenertijd vroeg ik... met welke bekende Nederlander zou je ooit een beschuitje willen eten? Ja, toen noemde zij jou. Toen vroeg ze het aan mij. En toen zei ik... nou, ik heb altijd, als ik op één iemand een crush heb gehad... is het altijd Badr Hari geweest. Oh, echt? Ja. Oké, nou ja, hoe gaat het daar nu mee? Kan je dat nog... kan je het een plekje geven? Nee, ik ben deze man een aantal keer in de stad tegengekomen... en dan weet ik niet zo snel hoe hard ik moet doorlopen en oogcontact moet vermijden. Maar nee, ja, ik heb hem nooit gesproken en ik hou dat graag zo. Okay, ja. Maar meer op gewoon van, hey, een stukje, misschien een stukje charisma, een stukje uiterlijk, dat je denkt, wauw. Want ik snap dit, ja, weet je, ik denk wel dat ik dit kan begrijpen. Het is geen lelijke man, dus nee. Voor mij heeft hij wel een goede uitstraling. Alleen... ja, ik denk dat het meer gewoon dat soort van dat... ja, weet ik niet. Gewoon dat soort van... dat ruigen of zo is dat stoere, dat... hij heeft misschien altijd een beetje ongeïnteresseerde houding. Snap wat ik bedoel? Ja, ja. Dus ja, kan die wel... ja, weet je, ik weet het niet heel goed. Maar wat ik het gevoel heb... is dat het na de jaren eigenlijk... nu de laatste jaren een stuk minder is geworden. Ik denk dat dat een bepaalde periode is geweest... waarin hij misschien heel erg... die bad boy, ja. Weet je, dat is zijn bijnaam. Ja, 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 ja. Misschien dat heel erg hoog wilde houden. Ja. Ja, en voor mij is dat na de laatste jaren wel een beetje afgenomen. Ja. Oh, niet wel dat, voor wat ik van een afstandje kan... kijk, we kennen elkaar vanuit de sport. We zien elkaar eigenlijk buiten de sport praktisch niet.
En als we elkaar zien, kunnen we elkaar een hand geven. We zijn altijd. Dat vond ik altijd heel jammer in wat wij deden. Ja. Wij waren natuurlijk, op het moment dat wij elkaar tegenkwamen, de grootste rivalen. Maar dat creëert ook de grootste hype. Dus ja. Ik denk ook dat wij de allergrootste kickboxwedstrijd ooit hebben neergezet natuurlijk. Alleen wat jammer was daarvan, is dat het echt bijna een nationaliteitenstrijd werd. Ja. Marokko tegen Nederland, snap je? En dat iedereen zoiets had van, Badr heeft dit op straat gedaan, dat gedaan, dit. En jij bent een soort van de nationale draai om zijn oren, weet je wel. Nou, dat vond ik jammer. Dat vond ik jammer, want dat is helemaal niet nodig. Want als je gaat kijken, hebben wij veel meer dingen met elkaar gemeen, als dat we van elkaar af liggen. Ja. Hij heeft een gezin, hij heeft dochters, die heb ik ook. We houden van de sport, we hebben discipline, zijn we allemaal dat soort dingen. En denk dat je veel dichter bij elkaar ligt dan dat je eigenlijk van elkaar vandaan ligt. Alleen, dat is maar net hoe het geschilderd en geschetst wordt. Dus volgens mij ben jij weer. Ja, gelukkig. Toen. Maar hier gaan we nog wel even op terugkomen dadelijk. Ja, het is goed. Van meervoudig wereldkampioen kickboksen ben je nu op weg om een Hollywoodster te worden. Hoe schat je die kansen in en welke rol past het beste bij jou? Interessant, vind ik leuk. Schat ik die kansen in, dat gaat gebeuren. Weet je waarom? Omdat als je het universum ingooit, komt het altijd terug. Misschien niet vandaag, misschien niet morgen, maar het gaat terugkomen. Daar ben ik echt, echt van overtuigd. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dit ook jaren geleden, 5, 6 jaar geleden, zei ik dit al. Oké, maar wat zou je willen doen na de sport dan? Ja, acteren lijkt me wel heel tof. Oké, dacht iedereen. Nou, het hoeft ook niet gelijk te gebeuren. Maar geloof me dat het gaat gebeuren. En het is gebeurd. Kijk, en zeg ik, ga ik een Oscar winnen? Nee, dat zeg ik niet. Maar wil ik wel zo goed mogelijke versie van mezelf worden die kan acteren? 100%. En daar doe ik alles voor. Ja. Hoe hebben die voorbereidingen er afgelopen jaar eruit gezien? Nou ja, eigenlijk hetzelfde als een. Ik heb het eigenlijk benaderd als een wedstrijd. Van oké, hoe ga ik een wedstrijd in? Nou, optimaal voorbereid. Nou, zo ga ik hier ook dus in. Dus stuntlessen, taallessen, acteerlessen, noem het maar op. Alles wat ik kon doen, mensen praten. Regisseurs, whatever, lichtmensen, andere acteurs. Ja, gewoon praten. Let daarop. Dus ik heb zoveel sessies gehad met nationale en internationale sterren, die me daar gewoon advies in hebben gegeven. Echt superleuk. En super dankbaar ook daarvoor. Ja, want uiteindelijk is natuurlijk net als topsport, is elk beroep natuurlijk een vak. Ja. Heb je dan nu het gevoel dat je dit... Dat je misschien de basis dit vak beheerst? Nou ja, daarom voelt het dat je zegt, nu wordt dan die twee woorden worden in één zin gebruikt. Rico is nu acteur. Nou, dat vind ik nog een beetje lastig om te slikken of te horen. Omdat ik denk, weet je, zijn mensen die daar echt voor naar school gaan, hè? Die daar echt voor geleerd hebben, hun hele leven, dit, dat. En dan kom ik even als kickbokser zijn, ik ben ineens acteur. Ik heb in een film gespeeld, dus je bent wel acteur, alleen het is nog een soort van... Mm-hmm. Ja, die stempel vind ik... Ik weet nog niet of ik hem helemaal al waardig ben, zeg maar. Vet zeg. Hoe rij jij, kan je dat moment nog de eerste dag naar de set? Hoe reed je toen, wat gebeurde er toen in je hoofd? Gewoon... Weet je, dat is een beetje... Überhaupt, dat klinkt heel raar hoor, maar überhaupt mijn leven. Het gaat zo belachelijk snel allemaal. Ik kom op zoveel plekken, ik ontmoet zoveel mensen. Is dit echt gebeurd, weet je wel? Is dit nu echt het moment? En dan, ik ben heel makkelijk, dus ik flow daar heel easy in. Alleen daarom vind ik het ook fijn om één keer in zoveel tijd met iemand te praten, weet je wel? Om even die emmer van het leven even weer te legen. Zodat je daarna weer genoeg ruimte hebt om het weer bij te vullen. Zodat de emmer uiteindelijk niet overloopt. Ja. Wat voor iemand is dat dan? Is dat dan in de vorm van een psycholoog. Ja. Heb je dat al je hele carrière gedaan? Nee. Pas eigenlijk na de scheiding eigenlijk. Eigenlijk voor de scheiding zijn we daar begonnen. Omdat we... we wanted to make it work. Mm-hmm. Alleen, uiteindelijk toch niet gelukt.
En toen ben ik wel zelf nog doorgegaan. Omdat ik heel erg was van, ga ik met iemand praten over mijn gevoel? Nee, fijn. Snap je? Iemand die ik niet ken, is totaal niet mijn ding, weet je wel? Alleen, toen ik helemaal begon, dacht ik zo, dat is lekker. Ja. Dat is echt een opluchting. Ja. Dus nee, was echt heel fijn. Dus ja, soms moet je jezelf ook even in het diepe gooien en ja, gewoon dingen proberen. Dat heb je natuurlijk nu met dit ook over in diepe gesproken, gooien gesproken. Dat doe je nu natuurlijk enorm. 100%. Ja, je expose jezelf helemaal. Ja. Ben je een acteur? Kan je acteren? Vinden mensen het leuk? Ben je leuk op beeld? Als je die vraag aan jezelf stelt, kan je acteren? Ik denk dat ik wel wat kan. Ik denk dat ik nog hoop moet leren. Maar ik denk wel dat ik wel wat kan, ja. Ik heb het in ieder geval geprobeerd te laten zien. En ik hoop dat het op die manier ook overkomt. En dat vond ik het leuke van deze film en deze rol. Omdat het ook verschillende kanten liet zien. Het was niet alleen maar die stoere badass die alles en iedereen in elkaar sloeg. Weet je wel? Stukje emotie. En ja, dat beetje, echt wel een beetje de persoon die ik in het echt ook ben. Dan ben ik in de ring, ben ik daar. Niemand die iets van me afpakt. Maar in het gewone leven ben ik ook gewoon iemand met een klein hartje. En ja, kan ik ook gewoon gevoelig zijn. Ben je nog bang voor bepaalde kritiek wat er misschien op je gaat komen? Dat je zelf net al zegt, ja, hij is nu acteur. Dat mensen dat misschien kunnen zeggen. Ja. Vind je het spannend? Ja, uiteraard. Super spannend. Super spannend. Maar ja, weet je, iedereen heeft de recht tot zijn mening, toch? Ja. Alleen ik hoop dat iedereen die het gaat zien en die ernaar gaat kijken, vooral veel plezier heeft. Dat de film lekker wegkijkt. En precies wat ik net tegen jou zei, het is het allermakkelijkste wat je kan doen, is iemand helemaal afbranden. En nou, ik hoop dus dat mogen ze doen. Ja. Dat is aan iedereen zijn recht. Maar alleen, ja, ik hoop dat ze, oh, oké. Okay. Ja, we zien wel dat er nog wel verbeterpunten zijn, maar ja, het is niet slecht. Het was leuk. Leuk om te zien. Het keek lekker weg. En in mijn eerste kickboxwedstrijd was ik ook nog geen wereldkampioen. Nee. Dus hoe zou ik in mijn eerste film wel een Oscar winnen? Dat zou raar zijn. Goeie. Dus ja, als mensen er op die manier naar zouden kijken, dan hoop ik dat ze vooral, wat ik zeg, veel plezier hebben. Veel plezier hebben. Dat ze denken, wauw, dit is oké. Okay. Wauw, dit is gewoon iemand uit Nederland. Weet je wel, wat tof. Een internationale film en ja, door heel de wereld verkocht. Iedereen gaat hem zien. Ja, dat is gewoon super trots. Ja. Sowieso gefeliciteerd. Ja, thanks. Vet. Ik ben, hè, ja. Wie zou je heel graag eens willen ontmoeten en waarom? Ik heb wel een aantal mensen, denk ik. Dit ligt er een beetje denk ik aan op verschillende vlakken. Ik heb bijvoorbeeld David Letterman. Ik ben een groot fan van hem. Mm-hmm. En dan waarom? Als zijn gewoon als zijn werk. Of, ja. Ik vind zijn interviews altijd heel, heel vet. Hij is altijd heel rustig. Ik denk dat ik bijna alles van hem heb gezien. Dus ik vind hem heel vet. Jij hebt natuurlijk heel veel mensen al ontmoet waarschijnlijk. Die voor jou. Ja, bijvoorbeeld The Rock vond ik heel tof. Gewoon heel inspirerend zijn verhaal. Waar hij vandaan komt en hoe hij zich heeft opgebouwd. En dat hij nu gewoon... Ja, letterlijk aan het plafond zit van wat hij doet. Ja. En toch gedreven blijft. Toch hard blijft werken. Dan moet je denken, oké, deze man staat... Ja, het plafond is behaald. Ja. En toch probeert hij het hardste te blijven werken. En zijn grenzen te blijven verleggen. Nou, dat vind ik heel dik en heel inspirerend. Ja, voor de rest... Is het, Mark Wahlberg is echt crazy gewoon. Als die man appt, dan reageert hij eigenlijk altijd binnen een uur terug. Dan denk je, die man is echt druk, hè? Ja. Die doet zoveel en dit en dat. En altijd zo... gewoon heel erg meelevend. Met wedstrijden. Hey, hoe is het gegaan? Hoe voel je je? En reageert op heel veel posts op Instagram. Altijd even een reactie, even een like, whatever. Weet je wel? Nou, dat soort dingen vind ik mooi om te zien. Altijd open van als ik even kan bellen, weet je, van hey, ik zit bij dit of ik zit bij dat of ik heb dit gehoord of hoe zou je dat doen of hoe zou je dat doen. Ja, dat vind ik gewoon echt heel nice. Ja. Heb je met hem dan bijvoorbeeld ook nu op acteervlak contact over dingen? Ja, zeker.
Zeker. En dan over projecten waar hij mee bezig bent, waar hij mee bezig is, of waar ik mee bezig ben, of waar ik voor ben gevraagd en hoe ik dingen moet voorbereiden. En ja, en of we kijken of we een keer wat samen kunnen doen, weet je wel. Dus ja, gewoon ja, heel interessant. Goeie mentor. Ja, zeker, zeker, zeker. En leuk ook. Het zegt ook van, hé, waarschijnlijk in april ben ik hier, waarschijnlijk in Europa, vakantie, dit, dat. Laten we kijken of we even kunnen meeten, weet je wel, gezellig, lang geleden. Dus ja, dat zijn gewoon ja, mooie dingen. Bijzonder. Tof. Interessant. Okay. Het lijkt alsof jij altijd positief bent, maar aan wie of wat kun jij je echt irriteren? Oh, toevallig hadden we het hier vorige week nog over. Dat ik echt denk dat dit een keer gaat gebeuren. Ik ben echt in het verkeer. 0 to 100 real quick. Echt. In het verkeer ga ik echt heel snel van 0 naar 100. Omdat ik het op een of andere manier gewoon niet kan begrijpen hoe mensen gewoon soms zo, weet ik veel, selfish zijn of gewoon niet nadenken en gewoon maar doen. En dan denk ik, wauw. En dan ja, dit ding van, whatever, het middelvinger opsteken, weet je wel. Echt gewoon, ik heb wel een paar keer gehad, hè. Dat mensen echt, echt populair deden. En dan op een gegeven moment, hè, ging ik er gewoon naast rijden, hè. Dat iemand gewoon boos was, deze raam open, dit, dat. Rico, ja, maar... Ik zei, vriend, doe gewoon normaal, hè. Ik zeg, gedraag je gewoon normaal, doe niet zo achterlijk. Je weet nooit wie je tegenkomt, toch? Ja, je kan zomaar tegen de verkeer aanlopen. Schrik je natuurlijk als autorijder. Ja. De tief is dat je denkt stoer ik heb te het doen. Wel eens gehad, hè, dat ik... Ik ben echt open en eerlijk. Ik ben altijd, dus misschien werkt dit wel tegen me, maar whatever, I don't care. Ik weet in ieder geval dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. Dus ik heb een situatie, ik moet net mijn oma naar de verjaardag. Ik ben laat. Is niet fijn. Dus ik ben aan het racen naar mijn oma naar huis. Ik heb voor de rest niet meer gekeken hoe of wat. Dus ik race. Ik wist dat ik er zo laat moest zijn. Ik was er nog niet. Dus nou, de hele auto vol. Daar naartoe, race. Staan we. Oma niet thuis. Nee, want oma vierde de verjaardag niet thuis dit jaar. Dus ik was nog later. Dus ik race. Dus op een gegeven moment ben ik op een weg en het is eigenlijk een soort van doorgetrokken streep. Dus ik mag daar niet in, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik ben al zo laat en zeg maar, komt hij weer maar 5 minuten, dan gaat hij weer weg. Dus ik kan ja. Opschieten. Dus ik haal die auto in. Wat doet die auto die voor me rijdt? Die vond van, hé, je mag hier helemaal niet inhalen, dus wat doe jij daar? En hij gooit zijn stuur naar links. Ik zit met een auto vol met kinderen en noem het maar op. Zeg je, oké, maar ik weet dat het verhaal twee kanten heeft. Ik mag daar niet in halen, dat weet ik. Maar is wel mijn keuze en mijn verantwoordelijkheid. En daar hoef jij mij niet voor op mijn vingers te tikken. Want voor mij ben jij geen politieagent of whatever. Als ik dan een bekeuring krijg, whatever, is het mijn keuze geweest en mijn verantwoordelijkheid. En dan neem ik de consequenties zoals ze komen. Nou, dat trok ik echt niet. Dus ik ga hem voorbij. Want hij deed alleen dat. Ik tikte hem een heel klein stukje opzij. Ik ga er voorbij. Ik stop gewoon. Ik ga gewoon vol op mijn rem. Boom. Stop de auto. Ik stap gewoon uit. Ik loop gewoon op die gozer af. Ik zeg, spoor jij wel? Ik zeg, ik heb een auto vol met kinderen. Wie denk je dat je bent? Werk je bij de politie? De deur op slot. En ik zag toen ik uitstap, keek hij naar me dat hij dacht, dat is Rico Verhoeven. Ja. Ik snap het wel, alleen dan ben ik eigenlijk soort van kwijt wie ik ben. Ik ben een publiekelijk figuur, alleen dan ben ik het helemaal kwijt. Maar zijn dan in het... Is dan... En niet dat ik hem dan wat wil aandoen, hè? Nee. Ik zou iemand niet slaan, ik ben niet achterlijk. Alleen het is wel dat ik denk van, wat doe je nou, weet je wel? Dan denk ik van, ja, je bent niet goed bij je hoofd. Waarom zou je zoiets doen? Voor hetzelfde geld klap ik hem de sloot in. Ja. Voor hetzelfde geld, nou, wat dan? Voel jij je dan beter? Omdat jij even hebt laten zien dat ik dan dat ik dat niet mag doen. Ja, volgens mij niet. Hè? Je hoeft toch geen moraalridder te zijn of whatever. Chill gewoon. Ja. Denk je, oh, wat een gek dat hij inhaalt.
Ja. We're ready? Volgens mij, dit is mijn laatste. Ja. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ben jij een romanticus? Wie kunnen we daarvoor bellen? Ja. Zullen we jouw leuke laatste vriend even bellen? Nou, zullen we dat vooral niet doen? Dat lijkt mij een bijzonder slecht idee. Ik denk dat ik altijd dacht dat ik dat niet per se was. Maar ik denk dan wel dat ik het afgelopen twee jaar, een nieuwe kant van mezelf ontdekt dat ik dacht, oh, ik denk wel dat ik dat toch wel een beetje in me heb. En waar is dat vandaan gekomen? Het komt niet ineens uit de out of the blue. Heb je een film gezien? Heb je een gevoel van, hey, dat als ze dat bij mij zouden doen, zou ik dat heel fijn vinden. Ja. Dus waarom doe ik dat dan niet bij iemand anders? Nou, ik denk dat het hem er dus in zit dat je dan dus echt voor het eerst een keer echt iemand heel erg leuk vindt. Okay. Dat je dan opeens, dat ik merk van, oh, ik ben echt bereid om bergen te verzetten, om iemand te zien of weet ik veel, ik voor 3 dagen naar de andere kant van de wereld vloog om een paar dagen met iemand te kunnen spenderen. Maar dat is niet romantisch zijn, hè? Dat is iets dat je iets opofferen. Maar romantisch vind ik meer van, okay, ze komen ineens thuis en je hebt, whatever, een verrassingsdiner of whatever, een bed vol met rozenblaadjes, whatever, weet ik veel. Dat vind ik romantisch. Okay. Zou je naar iemand toe gaan, vind ik niet. Dat is meer een opoffering. Dat is wel wat je zegt van, oké, je laat zien dat je je best wil doen voor iemand. Maar dat vind ik niet. Ja, is ook een andere vorm van romantiek. Nee, oké, maar het gaat misschien dan gepaard met elkaar. Want ik vloog dan erheen om voor iemands verjaardag een leuk diner te organiseren aan de andere kant. Dus ik deed wel, in die zin vond ik het wel romantisch. Maar ik zou bijvoorbeeld, dat klinkt weer heel stom, dat als ik heb dat ook meegemaakt in het afgelopen jaar, dat iemand dat ik bij een bed kwam en dat het vol met rozenblaadjes lag. Ik krijg dan echt een error. Ik denk, dat vind ik dus heel ongemakkelijk en een soort van, dat hoeft van mij echt niet. Oké, dit vind ik wel heel interessant. Van wat is dan jouw love language? Wat is jouw love language? Want dat is misschien dus voor die persoon, anders. Was dat zijn love language. Ja. Van hey, dit is mijn manier om te laten zien van, hey, ik vind jou heel bijzonder, ik wil je heel graag verrassen. Ja, ja, dan gadverdamme, moet ik daar ook in het hoofd. Moet ik dadelijk allemaal opruimen, hè? Ja, exact dat. Nee. Nou, ik denk meer dat, als ik kijk naar love language, dat ik denk meer dat het hem erin zit van, ik vind het bijvoorbeeld heel leuk, weet ik veel. Als ik denk daarom dat ik weet wat jouw love language is. Wat dan? Oh, deze gaat je achtervolgen. Ja, nou. Dat is onderdeel van. Onderdeel van. Nee. Nee, oké. Okay. Ik denk, ik heb het ook bloedheet. Ik denk dat mijn love language hem er wel in zit dat, als iemand bloemen koopt, dat soort dingen vind ik wel leuk. Maar meer het, maar laat ik zo zeggen, in mijn hoofd het typische romanticus, waar ik van 2 zwanen op een bed of met allemaal rozenblaadjes, zo, dat soort dingen denk ik dan weer. Nou, voelt iets too much en misschien te opgezet of zo. Maar ik vind bijvoorbeeld, als iemand bloemen heeft, ik kwam toen laatst in een hotel en dan staan er bloemen met een kaartje erbij. Zo, dat vind ik dan, op dat moment vind ik dat dan er zo, want dat iemand eraan heeft gedacht van, oh, jij slaapt hier vanavond, dus ik heb voor jou bloemen neergezet met een kaartje erbij om je succes te wensen, dat. Ja. Dat vind ik dan romantisch. En dat kan ik waarderen. En dat zijn ook dingen die ik voor iemand anders kan en zou doen en doe. En jij? Ja. Ben jij romantisch? Ik denk het wel, ja. En hoe uitzicht dat? Allerlei verschillende manieren. Ik kan ineens heel simpel denken, oké, is dat romantisch? Maar eigenlijk precies wat je zegt, van ik vind dat wel eens, ik vind dat ook leuk. Maar dat ik gewoon ineens random een bloemetje stuur, weet je wel? Ja. Geen idee. Ik speel hem dan ook soms gewoon. Ik ben soms best wel vervelend. Ik vind het leuk om lekker, maar op een leuke manier te prikken. Ja. Dus dat is even, oh wauw, schat, wat leuk. Hoe bedoel je wat leuk? Ja, ik heb net rozen gehad. Hoe bedoel je, heb je rozen gehad? Van wie heb je rozen gehad? Je hebt toch rozen laten bezorgen? Nee, ik heb helemaal niks laten. Gewoon. Maar dan heel snel zeg ik, nee, grapjes, schat. Zijn wel voor mij. Ja, dus dat soort dingen vind ik leuk. Etentjes.
Ja, nou, roze blaadjes vind ik dan wel eens leuk. Niet ja. iedere keer, maar wel eens leuk. En dan met overal met kaarsjes aan, weet je. Ja. Als ze dan aankomen, allemaal kaarsjes aan en whatever. Dat soort dingen, ja, dat vind ik wel echt gewoon leuk om te doen. Ja. Cadeautjes, random. Gewoon, het is niet altijd duur, maar gewoon leuke verrassingjes. Het idee dat je aan iemand denkt. Ja, ja. Dus dat... Ja, ik in ieder geval, dat krijg ik wel terug dan, dat van wel romantisch. Ja, of gewoon, het hoeft niet eens altijd dat, maar of gewoon een klein berichtje, weet je, of een briefje of whatever, weet je, gewoon even laten denken van, hé, je bent belangrijk of speciaal voor mij. Mooi. Hoe is jouw, je hebt een vrij recentelijk een nieuwe relatie. Ja. Hoe zijn jullie samen? Ja, gaat echt heel goed en... Ik denk het allerbelangrijkste daarvan is communicatie. Dat heb ik echt geleerd. Ik denk, oké, je hebt 13 jaar een relatie gehad. Daar moet je wat van geleerd hebben. Ja, 100%. Communicatie is de sleutel tot alles. Echt gewoon zeggen. Het is niet altijd makkelijk. Alleen, wat ik geleerd heb is gewoon... Alleen, ik ben dan weer zo open in communicatie... dat ik soms dingen zeg... dat het niet altijd even handig overkomt. Snap je? Dat het dan lijkt van... Oh, is hij nou boos? Vindt hij het nou niet leuk? Of dan klinkt het heel onaardig, alleen ik ben best wel direct. Maar dan denk ik van, dan ben ik er in ieder geval vanaf. Dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Snap je? Ja. En als jij dat dan ook bij mij doet, dan weet iedereen wat er op tafel ligt. En dan kunnen we daarmee werken. En dat, ja, ik denk dat dat de sleutel is. Is het moeilijk? Ik kan me dat voorstellen dat je ontzettend veel aandacht krijgt, ook van vrouwen. Mm. Is dat wel eens moeilijk? Nee, omdat... ik ben natuurlijk ook een tijd vrijgezel geweest. En ja, dan is het all over the place, snap je? Dan krijg je zoveel aandacht, dit, dat, alles kan. En je probeert van alles, maar ik merk gewoon... Ik heb in ieder geval wat ik gemerkt heb, is dat ik daar gewoon niet mijn plezier uit haal. Daten? Ja. Nou ja, daten wel, maar het is van oké, dit is het niet. Oké, ga je door naar de volgende. Nou, dit is het ook niet. Ga je door naar de volgende. One night stands, whatever. Ik ga er gewoon heel slecht op. Ik ga er gewoon echt niet goed op. Omdat ik gewoon... Ja, ik heb wel gewoon die emotionele band nodig... om met iemand te kunnen connecten, zeg maar. Ja. Heb je die zo'n fase van uitzoeken wel gehad... tussen je twee relaties? Ja, zeker. Dat is wat ik zeg. Ik heb dat gehad. En daarom zeg ik van... ik weet gewoon dat ik dat niet wil. Omdat ik daar niet happy van word. Dus ja. Inderdaad, dan zeg je, oké, ja, je krijgt aandacht, dit, dat, ja. Het gras is niet groener ergens anders. Ja, of je relatie moet niet goed zijn, dan is het logisch. Maar als je relatie gewoon goed is, ja, waarom zou je ergens anders naartoe gaan? Dat je gaat, ja, iemand er mooi uitziet of whatever, ja, je kent iemand niet. Het is gewoon heel moeilijk om daar met iemand die emotionele band op te bouwen. En als je dat hebt met iemand, ja, waarom zou je dat op het spel zetten? Ja. De laatste vraag. Yes. Dream big. Wat zijn nog dromen of doelen die je graag wilt bereiken? Dream big. Ik denk dat we dat wel uitgesproken hebben. Dat ik dat wel echt doe. Ik geniet daar echt van. Ik vind het leuk. Ik zet graag mijn doelen en dingen die ik voor me zie in de wolken. Dus ik zie ze eigenlijk niet per se. Maar daardoor blijf ik gedreven en hard werken om er te komen. En wat zijn doelen die ik nog graag zou willen bereiken? Ja, ja en als ik echt praat over simpel, als we even simpel denken, dan zou het echt acteren. Acteren en dan echt grote Hollywoodfilms. Dat zou dan echt wel een doel zijn. Als we wat dieper gaan, dan hoop ik dat mijn kinderen goed opgroeien, blij zijn, gelukkig zijn, mooie... carrière, whatever ze willen doen, weet je wel, dat ze daar happy in zijn, dat ze een gelukkig leven hebben en dat ze kunnen zeggen van oké, papa was streng, maar ik heb een hoop dingen geleerd en ik ben wel, ondanks dat we papa en mama gescheiden zijn, heb ik wel een leuke en een mooie jeugd gehad. En ik heb gewoon een hartstikke mooi leven. Dus dat is, ja, dat, ik denk dat is het ultieme doel. Ja. Maar als we het even heel, heel plat houden en ik bekijk het echt naar mezelf, zou ik graag nog eventjes wereldkampioen blijven in het kickboksen en langzaam overvloeien naar het acteren. En dan, ja, als kerst op de taart, als ik dan het acteren mag benoemen,
dan zou ik het liefst een superheld willen zijn. Een Captain America of zo. Ja, vet. Dat is wel echt, ja. Dan ben ik wel echt, heb ik alles gedaan, zeg maar. Ja. Dus dat zou ik wel heel dik vinden. Ik wil jou enorm bedanken. Ik vond het echt heel leuk. Ja, ik ook. Ik heb het idee dat ik je een... Nou ja, we hadden elkaar nooit echt gesproken. Dus ik vind het leuk om je beter te hebben mogen leren kennen vandaag. Ja, eens gelijk. Ik heb nog iets voor je. En dat is... we hebben vorig jaar ons spel uitgebracht. Dus dat kan je misschien een keer met vrienden, met je... Dit zijn allemaal vragen op om een wat dieper, maar ook ongemakkelijk... daar ga ik heel goed op. Grappig gesprek te krijgen. Dus dit kun je met vrienden of met je vriendin of met je... Nou, misschien zijn kids iets nog met bepaalde vragen net iets te jong voor. Maar dan kun je dat een keertje spelen. Nice. Leuk. Top. Ik ga in de beschrijving wat meer info zetten over de film. En ik kan alleen maar zeggen, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem bekijken en ik hoop dat... Ja, want ik zei, je bent uitgenodigd. Dus 10 april hebben we de wereldpremière in Amsterdam. Ja, ik ben enorm trots. Ik vind het... voor mij is het een droom die uit is gekomen. Dus ik denk ook dat dit de grootste première wordt... die Nederland in de afgelopen jaren gezien heeft. Dus wat ik zeg, nationale, internationale sterren te komen. En ja, gewoon vooral veel plezier. Mensen lekker van gaan genieten. Vet zeg. Ja, het is je echt van harte gegund. Thanks man, bij deze. Dankjewel. Superleuk. Thanks.